Aflevering 96, Leon's Winementaries. In de vorige aflevering, waarin we op bezoek waren bij de grootste producent van de 7 Nederlandse wijnboeren die we deze zomer hebben bezocht, kondigde ik al aan dat deze aflevering vanuit de Dordogne zou komen. Nou weten de meeste wijnliefhebbers dat de Dordogne nou niet echt een wijngebied is. Een appellation Dordogne bestaat bijvoorbeeld helemaal niet. De enige klassificatie van betekenis hier uit de buurt is de Vin de Pays du Périgord. Het meest bekend is de Dordogne bij de gemiddelde Nederlander als heerlijk vakantieoord en aan de verkoelende rivier die het gebied de naam geeft, zal menig vakantieganger fijne herinneringen hebben. Maar wijn? Nee, niet veel dus. Onze afspraak die we hadden vlakbij het dorpje Vérines de Dom bleek dan ook de kleinste producent van de zeven te zijn. Het domein Les Frères Asch, eigendom van de gebroeders Robert en Albert Hamminga, is al 50 jaar in de familie, maar pas sinds kort zijn er weer druivenstokken aangeplant. Broer Robert, die wij van de zomer hebben mogen ontmoeten op het domein, vertelde ons hoe het allemaal begonnen is. In 1963, toen mijn opa, die was belastingadviseur. En om even het kader te schetsen, in 1963 eindigde de snelweg bij Breda. Dus hoe wij hier terecht gekomen is, dat was eigenlijk altijd wel een raadsel. Maar een kantoorgenoot van hem, die heeft het ooit gekocht in 1961 en die waren er vanaf. Hij zou hier gaan wonen met zijn vriendin. En dus in 1963 met de hele familie hier gekeken, het een en ander gekocht. En het zou gaan beginnen, het feest, er waren hier twee percelen wijn. Helaas in 1965 is hij overleden. Het hele complex was in die tijd 40 hectare groot. Dit huis, een huis in het dorp en nog een huis hierachter. En dat is toen in de familie gebleven als een familiehuis tot 1970. In 1970 is het verdeeld en toen is het in twee families gebleven. Onze familie zit aan deze zijde, de Hamminga's en de Zevens, de naam van mijn opa, die zitten hiernaast. Nou, we hebben eigenlijk dit als vakantiehuis gehad tot 86. In 86 ging mijn vader met pensioen en die is toen hier gewoond samen met mijn moeder tot een jaar 4-5 geleden. Nou, dan komt eigenlijk de grote vraag van ja, wat doe je er dan mee? En dat is toch wel lastig, hè, want niet iedereen is altijd even blij met dit huis. En dan heb ik het even over onze kinderen. We hebben kinderen van 8, maar we hebben het ook van de disco-leeftijd. En die is hier in de wijde omtrek geen disco te bekennen. Daarnaast zijn er ook geen vriendjes te bekennen of vriendinnetjes te bekennen. Dus dat is best lastig. Wat doe je ermee? We hebben toen gezegd, kom, ga het toch kopen. En overnemen van mijn ouders, maar we moeten er wat gaan doen. Nou, we hebben toen de wijngaarden, die tot tussen 1963 en 1970 hier waren, hebben we toen weer nieuw leven gebracht. En we hebben nu een halve hectare. Per januari krijgen we het formeel akkoord, maar informeel hebben we het al, omdat we kunnen uitbreiden nog naar 2 hectare. Dat betekent dat we in april behoorlijk aan de bak moeten. Anderhalve hectare zijn 6000 plantjes, dat klinkt niet zoveel. Als je 7 draden moet spannen over 6000 plantjes, dat is 42 kilometer draad, dat wordt wel eens vergeten. Dan ben je toch daar behoorlijk wat weken erg druk mee voordat het allemaal in de grond staat. Nou, hier achter mij, dat is nog wel even goed om te memoreren, want het gaat over mijn broer en mij. Maar hier achter, ik zeg altijd, daar staat mijn zus. Mijn zus is de laatste 2,5 jaar geleden is overleden. En voor haar hebben we eigenlijk deze olijf hebben we geplant, zodat ze toch eigenlijk wel op haar favoriete plek er altijd bij is. Het gehucht hier heet, de hameau heet La Lande. En eigenlijk het geheel, zoals we het hier zeggen, dat is Les Frères Asch. En de broers Hamminga, dat is dan de wijn Les Frères Asch. Als het goed is, zullen we dit jaar de eerste oost hebben. Dat zal niet zo heel veel zijn, vermoedelijk alleen wat Merlotveld. En met een jaar of 2-3 zal je dus een goede oost moeten hebben van de eerste 3 percelen. En dan met een beetje geluk over 3 jaar is dan ook het nieuwe perceel van 1,5 hectare. Daar heb je nog niet helemaal veel aan, maar nou ja, misschien het aantal jaren daarna. Dan zou je uiteindelijk moeten uitkomen op een fles of 5.000-6.000 die je van deze percelen kan halen. Nou, wij gokken natuurlijk op Parker 98 punten TZT. Maar goed, daar zijn wel meer wijnboeren die dat willen. Terug in Nederland vroegen we broer Albert hoe de oogst 2013 was verlopen. We hadden een afspraak met hem in zijn restaurant De Nieuwe Poort op de drukke Amsterdamse Zuidas. Een enorm verschil met de rust en de ruimte in de Dordogne. We zitten hier op Zuidas, drukste zakelijk punt van Nederland. Heel anders inderdaad dan in Vérines de Dom. Voor mijzelf is dat wel
dat contrast is juist net heel mooi. Hier inderdaad die drukke zakelijkheid en werken met je hoofd. Ja, is goed. En in Vriendendom is het een hele rustige plek waar ik juist het heel fysiek aan het werk moet. Dus dat contrast is heel mooi. Er is nog iets anders. Hier in Nederland zit ik in de, noem het maar, de zakelijke dienstverlening, zoals dat zo mooi heet. Daarmee maak je nooit een echt product. Dat eindigt altijd in goede adviezen, waar uiteindelijk mooie dingen mee gebeuren. Maar ik doe dat nu 30 jaar en het mooie in Vriendendom is dat ik daar een echt product maak. En aan het einde van de dag kan ik zeggen van kijk, ik heb deze fles wijn gemaakt. Oké, en nu willen we het er toch over hebben, want hoe is de oogst geweest? We waren natuurlijk in begin augustus waren we daar. De druiven hingen er mooi bij. Hoe is het uiteindelijk de oogst? Ja, ja, even misschien het, niet alleen de oogst, maar ik ben daar veel. Ik ga twee keer in de maand vlieg ik daar naartoe. Ik moet daar veel naartoe, want het is zoals het gezegd ook is, het gebeurt daar met de Franse slag. Dus als Robert en ik daar niet zijn, dan gebeurt er niet zoveel. Dus ik heb zelf ook afgelopen jaar meegemaakt, wat gebeurt er nou in zo'n wijngaard. En er gebeurt echt heel veel, ook disasters. Een van de dingen was dat het op 30 april was het 's nachts min 9. En dan heb je natuurlijk al, zijn er al uitlopers en nou ja, 40% is toen afgestorven. We hebben nog hagel gehad, we hebben wind gehad. Dus het is, er komen enorm veel dingen op je af in zo'n wijngaard. Het is juli, augustus, september is heel mooi geweest. Ik geloof dat het echt die drie maanden elke dag wel boven de 30 graden is geweest. Dus die wijngaard heeft er geweldig veel ingehaald van de catastrofes die daarvoor zijn gebeurd. Maar helaas, 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 de laatste twee weken voor de oogst, en dan praat ik over de eind september, we hebben begin oktober hebben we geoogst. In de laatste twee weken is het toch misgegaan. Er is heel veel water gevallen op dat moment. Het was ook nog heel warm. Dus er is uiteindelijk botrytis ingekomen, waarbij dus de druiven helemaal verschrompelen tot zeg maar bijna krenten. Nou ja, daar krijg je wijn van maken natuurlijk. Dus helaas dit jaar geen wijnoogst. Zo zie je maar dat het leven van een wijnboer niet altijd een makkie is. Ik vroeg Albert of hij en Robert in 2014 dingen anders zou gaan aanpakken om de risico's te minimaliseren. We moeten iets anders doen. Als je, wat wij nu hebben gedaan, het bio blijft verbouwen, dan moet je daar eigenlijk wonen. Want dat betekent namelijk, als er 's ochtends iets gebeurt en je hebt een biologisch wijnbedrijf, moet je 's middags kunnen ingrijpen. Bij de Chambre d'Agricole in Bergerac zijn we daarover in overleg hoe wij met zoveel mogelijk behoud van bio toch wijn gaan produceren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel het doel. Een van de dingen die we hebben gedaan is dat er zitten nu tussen de wijnranken staat onkruid. Herbes heet dat in het Frans, dus dat zijn kruiden. Ze maken geen onderscheid tussen onkruid en kruiden. Het zijn 41 verschillende soorten onkruid. En dat levert 100 verschillende soorten beestjes op. En daardoor heb je zo'n biotoop waar dat elkaar in stand houdt. Dus dat wil ik graag houden, maar wij moeten onze wijngaarden beter beschermen. Daarnaast gaan we hebben een aanvraag ingediend voor nog 2 hectare 20.000 vierkante meter bij te planten. Hierbij de oproep aan iedereen die daar zin in heeft. In mei gaan we dat doen. Dat is veel werk. 8000 pandjes de grond in. Dus daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Nou, dat zijn de plannen voor volgend jaar. En laten we hopen dat zeg maar, de huidige 4.000-5.000 vierkante meter dan zo goed is gegaan. Dat ik dan ook volgend jaar de wijn kan presenteren aan Leon. Wilt u dus hulpwijnboer worden voor een week of wat en helpen met het planten van de nieuwe stokken? Laat het even weten. Dit was de 5e in de serie Nederlandse wijnboeren in Frankrijk. Nog 2 te gaan. Maar we onderbreken de serie even met 1 aflevering. Die gaat over een recent bezoek aan een proeverij van een van de meest toonaangevende importeurs van Nederland. Namelijk vader en zoon André en Olaf Kerstens van Partners in Wijn. Dat wordt dus aflevering 97, 98 en 99 weer over Nederlandse wijnboeren. En aflevering 100, dat blijft nog even een verrassing. Dank voor het kijken naar deze extra lange editie en laten we hopen dat 2014 Domaine Les Fraises Aches een mooie oogst mag brengen.